is een kwestie van de koers. Gelooft u me, het is een hele, hele moeilijke materie. Ik heb er is een speciale presidentiële groep geïnstalleerd. Dus er is een structuur welke de zaak op de voet volgt. De planning was om tegen eind november te komen tot een stabiele koers rond de 7. Want het gaat niet alleen maar om de koers naar beneden te brengen, maar het gaat om een stuk garantie, het gaat om een stukje vertrouwen, zeker voor investeerders, zeker voor onze entrepreneurs, dat wij rond de 7,17, 7,25 zouden komen te zitten. En de planning was om voor 1/2017 richting 6,75, 6,85 te gaan. We moeten ook rekening houden met de begroting, we moeten rekening houden met de inkomsten van de staat. Eén ding is zeker, voorzitter. De vrees welke we in de tijd hier hadden, waar de koers richting 10 gaat, is kunnen we achter ons laten. Nogmaals, we zijn verrast geworden door een groep, ik gaf het aan in kleiner verband, welke we niet onder controle in de zin waar er weinig communicatie mee is. Misschien moeten we een keer met meneer Sang praten. Die eigenlijk een eigen regime voeren en die ons verrast hebben toen we zo rond het stabilisatiepunt kwamen en plotseling de zaken met 40 tot bijna 60 punten zelfs voor 2 dagen omhoog hebben gegooid. En natuurlijk begrijp ik de gevoelens wanneer we alles over één kam willen smeren en de malafide en de bonafide cambiohouders, maar het zou niet terecht zijn. Omdat er duidelijk mensen daarbij zijn waarmee er overleg is. Er is een overleg, er is een overlegstructuur. Er wordt samen naar de zaken bekeken. Maar tegelijkertijd zijn er speculanten die niks te maken hebben met, laat maar zeggen, met jouw economisch gebeuren. Dat is maar zo, make the money, nak de slag. Die, geloof me, die zijn er ook bij. We moeten tot stabilisatie, als het nou 6,50, of het is 6,85, of het is 7,20. Het gaat erom, hij moet voorspelbaar zijn. Hij mag 7,30 zijn, hij mag 7,50 zijn, maar laat hij stabiel zijn, zodat de entrepreneur, de investeerder, weet voor de komende maanden waar hij of zij aan toe is.